Hoe kan ik nou mijn verlangen uitspreken zonder allemaal drama en stemmen verheffen of boos worden of vazen door de keuken heen gooien? Maar hoe kunnen we nou gewoon vanuit het punt waar. kunnen we zeggen: lief, ik wil even aangeven, ik mis je gewoon. Ik mis ons, ik mis mij, ik mis jou, ik mis ons samen, ik mis de verbinding. En. Ja, heb jij dat ook? Nee. En, dan, en dan opent er zich een gesprek. Dan heb je een intieme verbi ver verbinding met je partner. Waarin je dus weer kan gaan zoeken met z'n tweeën naar, ja, hoe kan dat? Hoe, hoe is het bij jou? Uh, hoe voel je je dan? Nou, ik voel me niet gezien. Hè? Uh, ik voel me niet uh, de moeite waard blijkbaar hier in dit huishouden. En dan kan je dus met elkaar gaan kijken, oké, okay, waar komt dat dan vandaan? En, en dat de ander ook daarin een, hè, een plek inneemt in dit gelijkwaardige, verbindende gesprek. Vanuit een intiem gesprek hebben we dus ook intiem contact. En een intiem contact houdt in dat we altijd vanuit de ik praten en niet vanuit de jij. Vanuit de ik, ik voel me niet prettig en gezien en ik wil dat met je delen. Hè, maken we verbinding? Hè, dan vallen we de ander niet aan, maken we niet de zaak van de ander. Nee, jij wil je verlangen aangeven, jij wil verbinding, dus dan gaan we er zo mee om. Dan is het natuurlijk de intieme verbinding die je in jezelf kan hebben. Om vervolgens ook het stuk te voelen van de leegte die je ervaart in huis of niet waardevol zijn. En dat je kan huilen bij je partner. Hè? En dat je kan zeggen, ja, dit is iets van vroeger. Ik heb dit vaker meegemaakt en uh, dat speelt nu gewoon omhoog en komt omhoog en uh, voel me er niet prettig bij. En uh, ja. En je huilt. En je vangt jezelf daarmee op. En je vriend kan of je vriendin kan daarna ook daar nog wat op zeggen. Of die wordt daar misschien ook emotioneel of geraakt van. En dan hebben jullie allebei een gesprek en vervolgens is daar weer ruimte. En in die ruimte kan je dus weer kiezen voor de liefde voor jezelf en de liefde voor elkaar. En dan heb je weer een intieme verbinding. Daarin is alles weer goed. Het stroomt weer tussen jullie tweeën. Ja, we kunnen aan ons lichaam heel goed voelen als het niet stroomt. Ja. Uh. Als je, als je stress ben, bent of in je, in je relatie, dat het niet lekker zit, dat je iets harder wordt. Ja, je veld wordt letterlijk en figuurlijk gewoon wat harder om je heen. Nou ja, heb je weer intiem verbinding met jezelf en met je partner, dan gaat er weer stroom. Dan komt er weer ruimte en dan is er weer een soort, um, ja, zouden we het woord sensualiteit ook wel kunnen noemen, maar er is weer stroom, je bent weer flexibel, er, er is weer beweging. En in die beweging trekken we elkaar weer aan.